Oké, foto's gemaakt. Uitslag is op. Goedemorgen, het is vrijdag en het is het grote raadsel van Sarah de Gymtas. Echt, ik weet niet waar ze dat ding heeft gelaten. En ik ben al heel de dag aan het zoeken. En ze heeft schim, dus ze heeft haar tas nodig. Echt, soms weet ik ook niet meer wat ik ermee moet. Maar ze liggen lekker op de grond, maar geen gymtas hoor. Ik weet niet meer waar ik nog kan kijken, echt. Zo, weer thuis. Ik heb de gymtas net op het laatste moment gevonden. En ik ga zo naar de dokter. Want ik heb natuurlijk al heel de week last van mijn been. Maar gisteravond zag ik het al een beetje en nu is het erger. Ik krijg een hele bloeduitstorting nu ook op mijn voet. Zo, ik ben helemaal niet op mijn voet gevallen. Dus als ik kijk, in dit licht zie je het niet zo goed. Maar in de badkamer zag je het er net echt heel goed. Kijk, het is helemaal blauw. Maar dit is meer een bloeduitstorting. Het is geen blauwe plek. Ik kan het ook aanraken. Het doet geen pijn. Maar de plek zelf doet geen pijn, maar hij is niet dik, maar mijn voet voelt echt alsof hij helemaal strak staat, wat helemaal niet zo is. Dus het is in ieder geval niet goed. En mijn been van binnen voelt natuurlijk nog steeds niet goed, terwijl die ook niet heel dik is. En echt, daar is ook een hele plek die ik niet aan kan raken. Ik heb natuurlijk die wond, maar het is vooral ook van binnen, zeg maar. Die wond heb ik nog het minst last van. Eigenlijk bijna niet. Ja, als ik aan wil zitten, dan voelt het niet zo fijn, maar... Dus ik ben benieuwd wat de dokter dan zo gaat zeggen. Nou, echt heel fijn. Auto weer helemaal beslagen. Word ik net gebeld op het moment dat ik de deur uit wilde gaan naar de dokter. Er was een spoedgeval tussendoor geweest. Dus of mijn afspraak naar volgende week verzet kan worden. Nou, dat schiet natuurlijk niet echt op. En anders kon ik wel nu komen. Maar dan weten ze niet hoe lang ik zit te wachten. En ik moet zeggen, bij mij is de dokter meestal wel aardig op tijd. En ik vind het ook niet heel vervelend als het iets uit... In ieder geval, laat ik ze zeggen. Ik vind het wel vervelend als het iets uitloopt. Maar ik snap dat altijd wel. Want ik heb zoiets, als je zelf aan de beurt bent, wil je ook niet. Nou, de camera blijft heen en weer gaan vandaag. Ik kan daar even niks aan doen. Als je zelf aan de beurt bent, wil je ook dat je geholpen wordt. En dat je niet... het is tijd, dus ik luister verder niet meer, want de vlucht is aan de beurt. Dus wat dat betreft heb ik er echt alle begrip voor als je gewoon even zit te wachten en zelf ook gewoon voelt geholpen wordt. Maar nu weet ik dus gewoon niet of ik dus 5 minuten of 10 minuten of 1 uur ga zitten wachten. Maar ja, anders is het maandag, dus het is echt mijn enige optie. Nou, ik kom net van de dokter. En die zei precies hetzelfde wat ik eigenlijk al dacht. Het is sowieso niet doorgebroken. Hooguit een scheurtje. Voor de zekerheid een foto maken. Het botvlies, dat is sowieso gescheurd. En daarom heb ik nu dus ook die uitstorting. Dat is vocht. Dus ja, de dokter zei precies wat ik dacht. En ik ga dus nu naar het ziekenhuis. Oké, foto's gemaakt. Uitslag is op mijn scheen, zeg maar, een dun lijntje te zien. Dat valt wel onder een scheurtje. Het is een soort van breuk, maar hoe moet ik het uitleggen? Je ziet dus wel een lijntje. Het is eigenlijk een soort knikje, scheurtje, maar niet door. Dat gaat ook niet zomaar doorbreken, dat moet gewoon helen. Je zag wel heel veel vocht. Dat is dus van mijn botvlies wat gescheurd was. Dat wisten we al, dat is ook die blauwe plek in mijn voet. En het enige wat werkt is gewoon heel veel rusten. En zo min mogelijk erop staan. Nou ja, dat is dus gewoon bijna niet te doen, want ik heb een kind. En een man die ook veel werkt... Dus ja, je moet. Sorry, ik moet de blauwe van de auto kan hier rijden anders. Dus ik hoop dat ik nog te horen ben. Ik ga hard praten. Ik ben er dus mooi klaar mee. Het kan een paar weken duren voor het echt wel helemaal hersteld is. Maar ik moet zeggen.
zeker de aankomende week, anderhalve à twee weken, echt zoveel mogelijk rust houden en zo min mogelijk lopen. Nou, dat vind ik echt hels, want waar ben ik niet goed in stilzitten? Dus ik moet echt even gaan verzinnen hoe ik dat ga doen. We zitten natuurlijk in een verbouwing, wat elke keer al niet echt lukt en wat we willen. Ik heb zondag een baby shower staan waar ik dingen voor moet doen. Ik heb thuis te veel dingen doen, echt. Ik kan dit gewoon niet gebruiken. Maar ja, ik zal het ermee moeten doen. Ik heb wel geluk hoor. Ik heb het naar de mama's, wat er ook is. En al gelijk van, oh, jij mag niet lopen. Ik haal Sarah dan op. Ik ben Sarah dan thuis. Dat ik nog zei, jongens, ik moet nog even kijken wanneer Marco zelf kan. Wanneer we het gewoon zelf kunnen oplossen. Maar volgens mij is het voor heel volgende week al geregeld voordat ik verder iets kon zeggen. Dus ik ga wel even met Marco vanavond zitten. Want als hij kan, vind ik het wel gewoon onze taak. Maar zo verschrikkelijk lief dat het gewoon al geregeld is dat Sarah naar school komt. En van school wordt gehaald voordat ik zelf maar kan vragen om hulp. Echt. Ja, dat zijn wel de momentjes dat je heel erg baalt. Maar dan toch wel echt even die liefde voelt van anderen. En heel erg dankbaar bent. Ik ben daar echt wel heel dankbaar om dat dat zo kan. En ik moet echt even gaan verzinnen hoe ik dan de aankomende dagen doorga. Want ik heb natuurlijk echt wel eigenlijk gewoon flink op mijn kop gehad. Omdat ze gewoon konden zien door het vocht dat ik gewoon te veel heb gelopen. En dat moet ik dus niet doen. Dus ja, ik ga nu maar bank hangen dan. Je moet iets, hè. Vanavond ga ik nog wel de deur uit. We hebben kaartjes. Ik ga met mijn moeder dan. Dus net wel ook al mee zitten appen hoe we het doen. Dat ik in ieder geval zo min mogelijk loop erop. En ik heb die krukken. Dus we gaan naar het theater. Dus daar hoef ik op zich ook niet echt te lopen. En ik word gewoon echt thuis opgehaald. Ze zet me voor de deur af. Dus ja, dan is het echt heel weinig lopen. En ik doe verder de hele dag rustig aan. En daarna heb ik een paar dagen niks. Maar ik had echt zoiets, ja, om dat nou weer af te zeggen. Dan zit ik daar alleen maar helemaal alleen maar thuis. Nou, daar heb ik dus helemaal geen zin in. Echt, ik vind het echt een straf. Mijn lieve meisje is weer bij me gebracht. Dat vind ik heel fijn. En door wie? Door Julie vandaag, hè? Ja, door Noah's moeder. Ja, volgende week wordt er heel goed ook voor jou gezorgd door de mama's. En dat vind ik heel fijn. Maar ik maak zelf mijn broodtrommel. Oh, wauw. Net zoals vandaag, want ik heb het vandaag op. Ja, je hebt vandaag ook mama, zelf je lunch anders gemaakt. Anders is het wel weg, dus zo kun je aanzetten. Ik kan dus ook niet op de overblijfsel staan. Mama? Dat vind ik echt jammer, want ik vind het echt leuk. Ja, we gaan even een stukje Glee kijken. Ik sta nu buiten te wachten. Mijn moeder kon mij op het moment ophalen. En zo leuk. We hadden net dat de vaatwasser kapot ging. Hele lekkage. Het is vandaag vrijdag de 13e, maar het is ook echt vrijdag de 13e. Mijn moeder komt aan, dus ik ga snel de camera weer in mijn tas doen. En ondanks de pijn die ik nu heb, heb ik echt wel een hele leuke avond gehad. Ik vond het een hele goede, scherpe show. En ik heb me echt wel kapot gelachen, zeg maar. Ik heb net een theetje gedronken en ik ga nu lekker mijn bedje in. Dus abonneer je even op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Dat kan hieronder of in het schermje na. Pimpjes en reacties zijn super welkom. En dan zie ik je morgen. Doei doei!